In België betaal je geen belastingen op beurswinsten. Tenzij je speculatief belegt, dan betaal je 33% belastingen. En als je zeer intens handelt, dan betaal je tot 50% belastingen. In principe kun je dus een aandeel of een ETF kopen voor 30 euro, later verkopen voor 100 euro of 70 euro winst maken en daar hoef je geen belastingen op te betalen. Die belastingvrijstelling voor beleggingen met privégeld geldt enkel voor zover je je vermogen op een normale manier beheert. In de Belgische rechtspraak wordt deze term vaak geïnterpreteerd als handelen als een goede huisvader of als een voorzichtige en redelijke persoon. Als je bijvoorbeeld geld gaat lenen om te beleggen of wanneer je een disproportioneel groot deel van je vermogen op het spel zet, dan zou het kunnen dat je op eventuele winsten toch belasting gaat moeten betalen. Shortselling ziet de fiscus bijvoorbeeld sowieso niet als normaal beheer, waardoor je op eventuele winsten 33% belastingen gaat moeten betalen en dan verhoogd nog eens met gemeentebelasting. Als je zeer veel handelt, bijvoorbeeld omdat je aan daytrading doet, dan word je belast in de personenbelasting, dus aan tarieven tot 50% en opnieuw verhoogd met de gemeentebelasting. In dit geval zijn eventuele verliezen wel aftrekbaar. Ik zet nog wat meer informatie in de tekst onder deze video. Vergeet niet om te liken en te volgen voor meer gratis tips over finance en dan zie ik jullie graag in de volgende video.